dat vlog is nu al rete succesvol. Leuke vlog. Make local great again. Was het wel to the max gewoon. We will no longer accept politicians who are all talk and no action. Make local great again. Ja. Zou een partij moeten beginnen. Belangrijk is hier. Tuurlijk. Oh, ik mag niet meer zoveel drinken trouwens. Oh, nee, je hebt de cola. Zit geen vodka in, jongens. Nou, naast mij campagneleider van het CDA Leiden, Josien. Hallo. Nou, nee, waar gaan we het over hebben vandaag? Ik word verknipt en geplakt, heb ik al gehoord. Ja, dit is de week van... Van het busstation dat niet doorgaat. Echt top. Nee, we moesten even eerder... Nee, we gaan zo meteen naar het busstation. Ja, maar ik vind dat... Oké. Okay, nou, we gaan zo meteen naar het busstation, want het is de week dat... Leidens Ontzet begint. Heb je er zin in? Ja, leuk! We hebben van de week al oefenen koraal gehad en we zien langzaam rode hoedjes door de stad. En mensen zijn helemaal los. 3 oktober! Leiden van denken en doen. Dapper door zijn daden. En door ze denken en door ze doen. Daar doen wij het voor. Huh? Proost. Gezellig. Maar waar we het vandaag nog meer over gaan hebben, is het... Busstation. De persconferentie is zo, maar je wilt het nu al weten. Prinsjesdag. Ja, waar is het hoedje, zou je denken? Vrouwen in de politiek. Ja, daar kan ik dan ook niks aan doen. En Voorschoten. Het is allemaal aan de Voorschotenaar ten goede gekomen. Maar het echte grote nieuws is natuurlijk het enorme succes van deze vlog. Ja, nou, het was echt make local great again. Dat was het wel to the max gewoon. Dat vlog is nu al... Rete succesvol. Gewoon echt, het kan eigenlijk niet succesvol. Ja, maar het is ook zo. Ja. Ik word constant aangesproken door mensen. Ja, je wordt gewoon herkend van het vlog. Ja. Ben jij die vlogboy? Ja. Zo gaat dat werken. Dat is hartstikke goed. En nu mag je eindelijk komen met het echte grote nieuws van deze week. Het? Ik heb vergeten wat het was. Het busstation. Het busstation, ja. Ja, oké. Maar je werd net gebeld voor belangrijk nieuws. Wat was dat? Busstation. Er is een besluit genomen over het busstation. Oh, dat is mega voor Leiden. Ja, en ik mag op de kamer van Paul Laudy komen. Weet je al wat het is? Nee, dat vertellen ze nooit van tevoren. Oeh. De persconferentie is zo, maar je wilt het nu al weten. Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Het Leidse college kiest voor de ontwikkeling van de toekomstige bussen... Terminal op de huidige locatie. Geen boze burgers meer. Deze manier wordt de burger wederom een rat voor ogen gedraaid. Gezwicht? Nee, de juiste keuze denk ik. Op zoek naar het draagvlak in de stad. Wat gebeurde er? Wethouder Laudy wilde een busstation verplaatsen naar de achterzijde van het station. Ja. En dat vonden de mensen die aan de Rijnsburgerweg wonen niet leuk. En in die buurt, omdat er dan heel veel bussen bij hun door de straat zouden gaan. Dat is het verhaal toch? Er kwam heel veel weerstand in de stad. Ja. Toen kwam er een participatieproces. Ja. En nu... Ik denk, Laudy, nou laat het maar gewoon toch aan de voorkant doen. Alright, gaan we door. We gaan naar Prinsjesdag. Marleen, het ziet er vandaag fleurig uit op deze Prinsjesdag. Ja, waar is het hoedje, zou je denken? Ja, hoe was Prinsjesdag? Ja, ik heb natuurlijk naar de hoedjes gekeken. Ik ben niet zo van de hoedjes. Al die hoedjes, ik heb ze helaas gemist. Ja, heel veel inhoud was er ook niet. Een beleidsarme begroting. Ja, wat ik in wijze van niks. Ik ga een heel klein beetje vooruit, maar ik ga heel veel achteruit. Ja, maar dat is niet zo. Nee? Nee, we gaan er niet heel veel op vooruit. Maar gisteren zei Hans de Boer, grote baas van de werkgevers, de lonen mogen omhoog. Met wel 3%. Dus nee, de meeste mensen gaan er echt op vooruit door het komend jaar. Denk je dat ook? Denk ik dat de meeste mensen op vooruit... Nou ja, ik denk dat we allemaal al best blij kunnen zijn. Nee. Ja, gaan de mensen erop vooruit? Dat zou kunnen. Ik ken toch wel mensen. Zo'n Bram Pater die we net zagen. Hè? Ja, misschien dat hij er echt wel op achteruit gaat. Alright, gaan we naar de lijsttrekkers in Leiden. Er komen steeds meer lijsttrekkers worden er bekendgemaakt. Ja. Vorige week kwam er weer een man bij. Walter van Pijpen. Ja. En? Nou, Walter, gefeliciteerd. Cheers. Ja, mooi hè. Ja, ja. Ja, gefeliciteerd trouwens. Hè? Ja, dankje Bram. Tot nog toe nog steeds de enige dame. Ja, ondertussen komt alles binnen. Bij de GroenLinks ook een heer weer. Ja, daar kan ik dan ook niks aan doen. Zo ben ik geboren. Ja. Maar het zijn veel mannen. Het is weer een mannenfeestje. Ja. Ja, dat is goed nieuws, denk ik. Weet ik niet. Jawel. Nee, jongen. Jawel, dat is goed nieuws, Marleen. Nee, het gaat uiteindelijk om de inhoud. Dat vind ik echt. En ja, maar als enige dame lijsttrekker zijn in zo'n grote stad, dat is niet slecht, denk ik. Ik wil wel alle vrouwen in de stad die politieke aspiraties hebben, voor welke partij dan ook, oproepen. Meld je aan. Ik weet niet of al alle stembussen in die zin of de bussen gesloten zijn om je aan te melden. Maar dat vind ik wel hartstikke belangrijk. Het is goed als de verdeling 50-50 is. En ja, als want dat we hebben nu, is, laten we eens kijken naar alle lijsttrekkers die bekend zijn. We weten, Paul Laudy, kandidaat lijsttrekker bij de VVD.
Pijpen, Walter van Pijpen. Dan hebben we Marleen Dame als enige vrouw bij de Partij van de Arbeid. Bij D66 Paul Dirksen. Mm-hmm. En bij het CDA Joost Blij. Ja. Ja, dat is dan jouw voorman. Ja. Nou, en heel blij. Voorschoten, heb jij een beetje gevolgd hoe het daar gaat? Ja, ze hebben een beetje een potje ervan gemaakt. Ze hebben een beetje een potje ervan gemaakt. Of eigenlijk het potje leeggemaakt. Ze hebben het potje leeggemaakt, dat zeg je mooi. Ja. Ja. Hey, wat vind je eigenlijk van een gemeente die het voor elkaar krijgt om in 8 jaar tijd 75 miljoen meer uit te geven dan er binnenkomt? Op een begroting van hoeveel? Ongeveer 60 miljoen. Dat is heel knap. Ja. Ja, dat is echt heel knap, ja. Ja. En welke gemeente heeft dit gepresteerd? Voorschoten. Ah, Voorschoten. Maar dat is sowieso altijd al een hele krachtig bestuurde gemeente, ja. Als ik de pers hier mag geloven. Hey. Wat ga je nou doen? Vroegen. Nee. Mag dat niet? Met mijn bril. Wat vind je er nou van, als je dit zo hoort? Ja, schokkend. Ja, dit moet pijn doen toch, als VVD'er? Nou, het valt als gewoon zwaar. Als je dat leest. Nee, het valt gewoon zwaar. Het is allemaal aan de voorschot naar ten goede gekomen. Maar jullie hebben te veel geluisterd naar de inwoners en daardoor eigenlijk te veel investeringen gedaan. Voor een deel misschien wel, ja. Je moet er vaker nee zeggen. Dat is heel moeilijk. Want dan hebben we eigenlijk beslist dat we nee gaan zeggen. En dan zit er een hele publieke tribune. En dan zeggen we met z'n allen toch ja. En toch moet je dat dan gaan doen. Ja, weet je, het lastige waar we nu aangekomen zijn, Josien, in de vlog. Ja. Is dat ik nog naar Voorschoten moet. Oké, dus we gaan er niet over. We hebben nu een filmpje gezien. Ja. Waarbij ik al iets weet in dat filmpje. Wat wij nu nog niet weten. Mm, dus we gaan speculeren. Is het college hier opgevallen? Ja. Ja, maar het moeilijke hieraan is dat het afgelopen jaar het hele college, dus burgemeester en de drie wethouders, al gewisseld zijn. Dus iedereen die hier iets mee te maken had met die 75 miljoen, ja. Die is al van het toneel verdwenen. Ja. Nou, nee, ik neem het terug. Toen moet het toch. Ja. Sommige mensen zullen zich misschien afvragen hoe het komt dat hier vanavond geen koppen rollen. Sorry. Tot slot, aanstaande zondag in de bibliotheek van Leiden, een debat over vloggen. En Joost heeft daar nog iets over te melden. Debat over vloggen? Ja, in een zaal met z'n allen zitten op zondag. 3 uur in de bibliotheek van Leiden. Nee. Oh, wel leuk. Leuk dat jullie ook vlogs leuk kijken. Leuk dat je kijkt, hoor. Leuk vind dat ik je echt komt. Leuk. Alles over vloggen. Ik echt? Ben erbij. Joost. Deze twee zijn er niet nou, bij. Veel nee. Plezier jammer. Dan. Ah, Josien, bedankt. Wordt leuk? Ik vond het top. Dus jongens, onthoud, Leen is supergoed en blijf kijken. En make local great again. Ik heb het geoefend. Ja, nog een keer. Make local great again. Nog één keer. Make local great again. Nou, iets meer met je handen zo. Make local great again. Make local great again. Zat ik voor je hoofd? Ja, doe maar juist een beetje zo, ervoor zo. Oké. Okay. Make local great again. Make local great again. Ja, dat vind ik ook. Ja. Make local great again. En dit was in de zendtijd van de politieke partijen, zou ik maar zeggen.